Momenteel zijn wij de achtste generatie schep die in het boerenvak zit, waarvan de tweede generatie op deze locatie. En wel bijzonder is denk ik om te noemen dat alle acht generaties ook kaas maakten. En sinds 2010 doen Rianne en ik dat. Momenteel hebben we ongeveer ruim 500 melk- en kalfkoeien en 370 stuks jongvee. Die ruim 14.000 kilogram melk die wij dagelijks produceren wordt omgezet volledig in boerenkaas. En afhankelijk van de samenstelling van de melk is dat momenteel ongeveer 1600 kilogram per dag. Wij trachten op dit moment onze bedrijfsvoering rond te zetten met ongeveer een achttal medewerkers, waaronder een aantal fulltime en een aantal parttime. Als de kaas ongeveer 2 weken oud is, wordt die naar Gouda gebracht, naar een groot pakhuis waar de verdere rijping plaatsvindt. En afhankelijk van de smaakwensen van de eindgebruiker gaat de kaas dan naar hotels, restaurants, supermarkten, kaasspeciaalzaken en de groeimarkt momenteel is het buitenland. Wij zien op dit moment toegevoegde waarde aanbrengen aan melk en specifiek aan onze melk tot boerenkaas, dat daar zeker in het buitenland potentie zit. De meeste kaas die op dit bedrijf wordt geproduceerd wordt via de groothandel verkocht. Daarnaast hebben wij sinds enkele jaren ook een winkel aan huis waar onze kaas wordt verkocht en doen wij rondleidingen, excursies, maar is er ook een mogelijkheid om hier te vergaderen op locatie. De aanleiding om hiermee te starten is dat wij vinden dat het publiek of de consument enerzijds toegankelijker moeten maken tot ons bedrijf, zodat we daadwerkelijk kunnen laten zien hoe ons product tot stand komt. En anderzijds levert het ook een bijdrage als inkomsten. Boer zijn is een manier van leven en het maakt mij nog elke dag blij dat enerzijds het omgaan met dieren, maar anderzijds ook het omgaan met mensen en met elkaar als team proberen je totale bedrijf op een hoger plan te brengen. En dat is in ons geval toegevoegde waarde brengen van die melk tot lekkere kaas.